Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe Toy Story 2 Minecraft editie. En Twan en Daan doen weer gezellig mee. Ja. Dus, die vond slime. Ja, die hoorde ik net ook al inderdaad. Beetje annoying geluidje. Even zien hoor. Als we toch bezig zijn met Minecraft mob geluiden. Ja. Het beste imitatie van een ghast. Oh crap, oh shit. Lukt het dan? Ik weet niet, het is donker hier. Oh. Dat is het bijna overal. Maar ik sta hier boven, ook naast je. We kunnen die kant op. Nou, deze kant is alleen een muntje, denk ik. Ah! Fuck! Nee, je kunt daar nog verder. Ja, heel klein stukje. En er zit één muntje. Ik denk dat je gewoon rondom kan lopen. Ja, je kunt vanaf daar nog verder dan. Nou, serieus, geen spawn point daar, oh. Nee. Vandaar ook dat ik eigenlijk van plan was om het bed te gebruiken, maar... het was geen nacht. Heppel. Hoe krijg je dat voor elkaar dan? Poing. Maar. Nee! God damn it. Nou, ik wacht wel eventjes. Oh ja, en ook de makkelijkste manier. En nu dan? Is het nu al nacht? Hey! Het is nacht. I died. I'm trying to swim in the lava. Ik wacht wel tot jullie weer terug zijn. Meh. Ja, een extra spawnpunt was hier wel fijn geweest. Ja. Ja, maar ja, alleen noobs kunnen dit niet natuurlijk, hè, dus. We zitten trouwens daar halverwege zit een spawnpoint. Waar halverwege? Ja, als je langs die rand loopt, zit er op een gegeven moment een spawnpoint. Oh, mooi. Nee, eruit, kom op. Ja, je gaat al dood, Dan. Nee. Gewoon nee. Nee. Gewoon nee. Verdomme. Wat zei je? Nou. Rot op, varken. Nee, ik spring toch niet in lava? Kom op. Ik snap er ook geen bal van. Ja, nu spring ik wel in de lava. Wij zijn wel echt heel slecht gewoon. Nou ja, vooral ik eigenlijk ook. Maar... nou, ik dan niet. In de keuken, in de kamer. Overal waar ik moest springen. Auw, waarom deed dat zeer? Ja, ik had dit ook een heel raar sprongetje wat zeerde. Yes. Oké, nou niet vallen. Nee! This is gonna be fun. Nou, ik zeg weer een halve over en dan ga ik zo net te laat dood. Woe! Net op tijd, ja. Hoe kan ik hier helemaal naar boven klimmen? Zit hier niks. Lig je lekker, Twan? Oh, het is heerlijk hier. Kom maar lekker naast liggen. Ja. Hey, maar je bent bijna bij dit spawnpunt. Ja, precies, maar ik ga toch dat bedje even neerzetten. Nee! Maar je hoeft niet eens per se te slapen, hè? Hij wordt al gezet als je op het moment dat je... ja, ik moet toch wachten, dus... nou, moet. Zolang we dat bed niet verplaatsen, worden we hier weer gespand. Yes.
Ik ga toch even kijken of er nog iets meer ligt. Ja, er moet daar in die hoek ligt een muntje, maar... Ja, die heeft... Auw. Die heeft daar net al gepakt, maar... Ja. Volgens mij zou je daar nog verder moeten kunnen. Ik weet niet, ik heb geen toortjes meer, dus ik heb niet gekeken. Ja. Goed, ga jij eens even dat spawnpunt zetten daar. Ik ben bezig, Daan. Nou, springen. Hup. Zo dus ongeveer. Oei, oei, oei. Nou, ik zie het spawnpunt. Er staat een zombie bij. Yes. Nee! Nou, ik hang boven de oven. Ah, fuck! Je moet per persoon een spawnpoint zetten hier. Dat is mooi vervelend. Dat is lullig. Nou, goed, ik zal hem even een keertje goed doen. Nee, niet mij van de... Oh, er staat er een ladder. Nee, dat maakt het niet uit. Waar is hij? Kom hier. Nu ga je eraan ook. Kalabanga! Oem. Hey. Zo. What happened, please? Auw. Fuck you! Nou! Oh, nee, niet in de oven vallen. Goed, This is gonna take a while. Ik kan hem met mijn ogen dicht ondertussen, want het eerste stuk. Waar ben jij nu dan? Ja, nog steeds beneden die trap. Ja. Ik zie jou echt zo wegvliegen. Ja. Jullie hebben heel veel muntjes laten liggen in dat ding. Ja, ik vond het niet waard om daar nog 15 minuten rond te gaan hangen. Alleen om een paar muntjes te verzamelen en een aantal blaze spawners kapot te maken. Nou... Hier verder nog iets. Daar is een ladder. Lol, Daan, je rent met je hoofd naar achteren toe. Hoofd naar achter? Ja, ik zag jou rennen en je keek deze kant op. Ik heb wel eens die textures gehad die achter de voren zaten. En volgens mij heb je die dan nu aanstaan. Oh, stomme creeper. Ik ben twee bijna afgeblazen. Hey! Wat is het, Juan? Ik heb een spawnpoint gevonden. Please get me out of this place. I'm scared. I don't want to play anymore. Laat maar, ik ben weer naar beneden gevallen. I don't play here anymore. Waarom, hoe zouden we hem hier weg moeten halen? Niet, dat kan niet. Nee, dus we moeten weer de andere kant op zeggen? Yep. I guess Hoe heb jij nou sneeuw neergezet? Nou, omdat ik sneeuwblokjes leuk vond. Kan je weer niet gewoon springen? Nee. Op de een of andere manier doe jij dat in één keer. Het kost mij ongeveer 40 keer om daar overheen te springen. Ja. Als we nou hier de andere kant op gaan, hebben we lichtjes nodig. God, ik ben echt slecht. Dit is echt heel erg.
Ik ben in de oven. Ja, daar ben ik al een tijdje. En waar moeten we hierheen dan? Nou, je gaat hier naartoe. Nou. En dan is daar de volgende checkpoint. Waar? Nou, als je hier staat waar ik nu sta. Oh, ik zie daar een ladder. Oké, dat was heel slecht wat ik nou deed. Wacht, ik zie hem. Oh shit, dan brand ik bijna. Nog een keer. Oh, wow, 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 wow. Hè? Maar, waar ben jij dan? Oh, hier. Checkpoint. Plank. Lekker. Ja, je moet van de plank waar je... bovenop staat, moet je springen. Ik zie daar trouwens nog een muntje op de hoek liggen vanaf hier. Oh ja, die ga ik nou niet meer krijgen. Ja, daar? Oh ja, dat kan natuurlijk ook, maar ik probeerde eerst vanaf daar af te springen. Maar dat lukte toen niet. Jullie gaan veel te hard! Leon, als je daar op die houten plank staat straks, ligt er nog een muntje helemaal op de hoek. Ik weet niet eens hoe ik aan de andere kant moet gaan komen. Je zit in de oven? Ja. Hier achter me. In de oven. Burn, baby, burn! Burn, baby, burn! Yay. Hoi. Op de plank? Ja. Waar? Kijk een... Daar. Daar zo. Ietsjes verder en dan naar beneden. Kijken. Achter je. Ah. Hoppa. Er zitten in die oven trouwens ook echt nog heel veel muntjes. Fuck! Oké. Okay. Ik weet dat het niet eerlijk is, maar dat is even heel erg jammer. Oh, die was al gezet. Oké. Okay. Yay. En toen? Nou, hier langs. Holy shit. Oh, wacht, zijn we weer verder? Ja, al lang. Oh. Ah, fuck. Oh, ik zie jullie gevallen. Ja. Oh god. Oké, okay, voor de mensen die een 3D-brilletje thuis hebben. Heb je hem op 3D-stand gezet? Wacht even, waar staat dat ook alweer onder? Ik loop eens door, ik zie niks. Options. Video settings. Ja, video settings, 3D. Ja, maar dat staat bij mij anders ingedeeld. Oh ja. Details. Ik denk dat ik een springer nu wel door. Yes. Voor degenen die een 3D-brilletje thuis hebben. Oh, it's so high! And huge, by the way. Oké. Okay. Gaan we terug. Waarom ben jij beneden, Tom? Dat meneer naar beneden gevallen is. Ja. Oh. Shit, ben ik nou de goede kant op? Ja, zal wel. Ja, toch? Ja. Je gaat toch naar dat varken toe nu? Ja, ik denk het. Nee! Wauw. Ik weet niet, volgens mij is er een bug met Minecraft, want ik zat net ook naar de achterkant van Twan's hoofd te kijken.
Ik ga mijn achterstevoren texture eens opzoeken. Die is leuk. Ja, die blijft leuk. Oh. Hallo, varken. Toch, hè. Het is leuk dat die blokjes hier hangen. Maar hoe houden ze die blokjes zo... Nee! Nou... Dat is gewoon niet eerlijk. Ja, eerst moet je snelheid hebben en daarna moet je... Even kijken. Kun je over een gat van één blokje heen rennen? Nee, hè? Nee. Nou, verdorie. Eerst moet je snelheid hebben, daarna helemaal niet. En daarna nou, druk jij eens op dat knoppie. Waarom druk je niet op die spawnknop? Omdat het een elevator is en geen... Hey. Geen spawnknop. Auw. Jammer, hè? Dat is dan moet je toch je best doen. Oh, shit, oh shit. Zegt degene die het net ongeveer 30.000 keer over heb gedaan. Totdat die werd totdat die werd gespand naar de juiste plek. Ja, maar dat is meer om even hetzelfde niveau aan te houden, zeg maar. Ja. Ik kan jou natuurlijk ook heel lullig nu deze kant op spannen, hè? Doe maar. Doe het. Hij vraagt erom. Oké, hij vraagt erom, alsjeblieft. Goed zo, vanmorgen naar beneden en dan kan ik weer terug naar de andere kant. Nee. Nou, dan wacht ik wel. Ja, jij gaat eerst naar beneden vallen natuurlijk weer. Maar het is irritant als er iemand voor je loopt. Ah! Au! De skeleton probeert nog eventjes op mij te schieten. Nou, verdorie! Dit begint irritant te worden. Ja, anders moet je even naar deze kant komen. Fuck! Oh shit! Oh, ik moet niet praten als ik spring. Ik was er. Geniaal. Shit. Echt, hè? Nog één stukje en ik was er. Pak! Nee! Ja, zijn jullie al bij beneden? Mooi, dat is er echt klaar. Nee. Mooi, dan is de weg weer vrij. Ja. Ik ben weer gaan skydiven. Als jullie toch bezig zijn. Twan en ik lopen de hele tijd achter elkaar aan, volgens mij. Ja. Nou, dit is, begint echt mateloos irritant te worden. Zo kunnen we hele lange afleveringen maken. Oké, deze aflevering is afgelopen op het moment dat we aan de overkant zijn en dit level dit stuk gewoon afgespeeld hebben. Uiteindelijk wordt dit gewoon een... fail compilation. Ik denk het wel. Het is voornamelijk alleen maar veel. Volgens mij blijft er zo niks van mijn arm. Nee, er is al niks van mijn armor over. Ik heb ook geen armor meer. Oh. Ja, heel goed, je kan het. Zal ik je nou een klap geven, dus beneden je ligt? Ja, dank je. Ik kon net niet snel goed wegkomen. Heb jij nog even texture? Oh, nee, laat maar. Hij gaat er weer terug. Yeeha! Ik mis hier...
De trap, zou ik zeggen. Je hebt zijn reet al geleegd, zie ik. Oh, ben je er? Ja. Oké, okay, kom even naar je toe. Ja, is goed joh, ik wacht wel. Rustig aan. Alle tijd. Nou, mooi, dan ga ik nog 10 doen. Ik wel kijken. Nee! Die Steve skin die hierbij hoort bij deze standaard texture pack, die is echt geniaal. Yeah, check hey, zombie, nu ga jij mee ook. Zo, dat geeft wat voldoening. Dak staat in de fik. Ja, ik zie het. Goed, ik vind het mooi. Was je nog van plan om te komen? Of, Ja, ik ben al. Oh ja. Dus. We zijn weer in de woonkamer, waar moeten we heen? Geen idee. Wat zei dat boekje? Kom with me to the garage, no. Oh, dan weet ik wel waar dat is. Ik kan wel springen, hè? Ja, precies. Gaat sneller dan rennen. Ja. Complete. Quest in basement first. Money. Oh, it's money. Oh ja, ik had gezegd dat deze aflevering afgelopen zou zijn als we dit level hadden afgerond. Dus bij deze, tot morgen! Doei! Oh.